In november 2019 begonnen twee mannen aan een avontuur, een jongensdroom, een eigen kanaal beginnen. Ongehoord Nederland, met als doel om een plek te veroveren op de publieke omroep. Ze moesten wel 50.000 betalende leden bij elkaar krijgen en dat lukte in een aantal weken tijd. Het doel was bijna bereikt, maar minister Arie Slob veranderde tijdens het spel de spelregels. En zo werd de deadline gewoon met een jaar opgeschoven. Ik zit hier met de oprichters van Ongehoord Nederland, Peter Vlemmings en oorlogscorrespondent Arnold Karskens. Dat moet een hele bittere pil zijn geweest voor jullie, hè? Dat de spelregels tijdens het spel werden veranderd. Ja, nou, dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Normaal gesproken zou het, elk 5 jaar wordt het bestel een beetje overhoop gegooid en dan kijken ze wie nog genoeg leden heeft om in het bestel te blijven. En de deadline was eigenlijk 2019 december. En toen heeft de minister besloten om het jaartje op te schuiven. En dat is natuurlijk niet eerlijk. Heeft hij daar ook een verklaring voor? Je kunt er alles bij bedenken. Je kunt denken van de mediawet moet nog door. Hè? Die was vertraagd, dus wachten daar even een jaartje op. Die mediawet is er trouwens nog steeds niet. Je kunt ook denken van iets negatiefs. Van ja, in 2021 zijn de verkiezingen. Als we nu alweer een nieuwe zender toelaten, hè, die toen eigenlijk al bijna 50.000 leden had, ja, dan is het misschien heel erg vervelend voor de coalitie. Dus je kunt er van alles bij bedenken, maar het was vervelend voor ons, omdat je natuurlijk 50.000 mensen iets laat verwachten dat wij snel zouden kunnen beginnen als omroep. Ja, en dat wordt weer een jaartje verlengd. Dus die moet je allemaal nu weer opnieuw lid worden. Ja, door de tegenwerking van het kabinet, anders kan ik het niet zeggen. Ja, dus je moet nu eigenlijk proberen om voor 31 december 2020 alsnog 50.000 betalende leden te krijgen. Ja, dat goed? Nou, het zijn twee dingen. Het is de leden behouden die we vorig jaar hadden. En we zijn gewoon nog lid. Ja. Alleen iedereen moet dit jaar weer opnieuw betalen. Maar we hebben ook gezegd van, waarom zouden we alleen blijven bij wat er officieel moet? We willen een statement maken. We willen laten zien dat de potentiële achterban voor een ander geluid vanuit de NPO gewoon echt groot is. Ja. Dus we gaan de lat verhogen naar 75.000. Ja, wij gaan er ook vanuit kijken. Wij zitten in de hoek die eigenlijk nu niet vertegenwoordigd of nauwelijks wordt vertegenwoordigd binnen de NPO. Hè. En dat is toch, laten we zeggen, de achterban van Geert Wilders, van Thierry Baudet en andere patriotten. Ook ter linkerzijde, SP, dat komt ook nauwelijks aan bod binnen de NPO. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, zit je dan gauw tot ruim een derde van de Nederlandse bevolking die nu niet aan strekken komt. Dat is zeker als je de programma's ziet en je ziet de leiding binnen de NPO, dan is het toch D66 GroenLinks Partij van de Arbeid die het daarvoor voor het zeggen heeft. Ja. En dat is gewoon oneerlijk. En er is alleen maar in een volwassen democratie kun je goed opereren als alle stemmen evenredig aan bod komen. En of het nou over het milieu is, bijvoorbeeld over de biomassa, wat er op een gegeven moment doorgeramd is, omdat er alleen maar linkse mensen waren die zeggen, ja, biomassa is goed. En nu blijkt achteraf dat het natuurlijk veel vervuilender is dan gas. Als wij toen al een stem hadden, hadden we dat kunnen brengen. Ja. En die stem is binnen de NPO, maar ook eigenlijk binnen het hele bestel van kranten en dergelijke, een beetje onderdrukt. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat die een derde van de Nederlandse bevolking, ruim een derde van de Nederlandse bevolking, gewoon mag zeggen wat het denkt. Ja, en je noemt net Baudet, hè, Forum voor Democratie en PVV. Zien jullie als een kanaal dat die groep mensen vertegenwoordigt? Of is dat een deel van de... Een deel. Kijk, dus iedereen die, wat ik nou noem, patriotisch is, die houdt van Nederland. En we hebben 4 pijlers, hè, als omroep. Ja. Dat is, we zijn kritisch naar de Europese Unie toe. Omdat die steeds meer macht krijgt. De grote wetgeving die vindt plaats in Brussel. We zijn kritisch naar de immigratie, omdat we zien dat dat grote culturele en andere problemen meegeeft, zoals criminaliteit. Ja. We zijn heel erg voor directe democratie, omdat een steeds kleinere groep het voor het zeggen heeft in Nederland. En we zijn bijvoorbeeld ook heel kritisch naar klimaat en we zijn pro de vrijheid van meningsuiting. Laat ik het zo zeggen. Precies, het is ook journalistiek gewoon. Hoe kan het nou zijn dat bij alles wat je op de NPO ziet over Trump slecht is, weet je wel? Iemand kan niks goed doen. Hoe kan alles wat over Brexit gaat slecht zijn, anti-Brexit? Hoe kan Hillary Clinton en Obama, hoe kunnen die alles goed doen? Dat is gewoon niet geloofwaardig. Nee. En wij denken dat het gewoon echt tijd is omdat er een normaal geluid tegenovergezet wordt van realisme. Hetzelfde over cultuur, bijvoorbeeld Zwarte Piet, Pasen. Wij zijn heel erg voor het vasthouden van de cultuur. Want als je niet wil vasthouden of kunt vasthouden je eigen cultuur, respecteer je de andere culturen ook niet. Maar dat klinkt bijna ook als een politieke agenda die jullie uitdragen, nou, of niet? In zekere zin is het, kijk eens,
We hebben natuurlijk te maken met verschillende omroepen die allemaal een kleur hebben. Of je bent katholiek, ga je naar de KRO, je bent links naar de Partij van de Arbeid. Dat vind ik allemaal prima, dat moeten we zeker zo houden. En daarom ben ik ook voor die scheiding van kleuren en religies. Maar als je één belangrijk geluid eruit haalt, hè, de vaderlandsliefde, de bescherming van de eigen culturen en vrijheden. Ja, dan valt het hele gebouw om. Ja, ik denk dat een heleboel mensen nu wel, hè, althans mensen die ik spreek, doorhebben dat de mainstream media, wat dat ook mag zijn, niet helemaal lekker functioneren. Hè, dat er te veel een monomaan geluid is, wat misschien ook vanuit politiek gestuurd is. Mm-hmm. Maar toen jullie de oprichting deden in 2019, was die coronacrisis nog niet gaande. En was het ook nog niet zo manifest zoals nu. Wat was toen voor jullie echt de drijfveer van we moeten een zender starten? Want nee, goed, de coronacrisis was er misschien niet, maar er was wel al een grote crisis in de journalistiek en in de berichtgeving naar de mensen. Kijk, zoals ik die publieke omroep zie en zoals de taak ook bedoeld is dat het een publieke omroep moet zijn voor de Nederlanders, voor iedereen in zekere zin. Of je nou links bent of rechts, of je nou gelooft in een grote overheid of een kleine, weet je wel. Je moet je vertegenwoordigd zien op een bepaald moment, een bepaald gevoel. En mijn observatie, en ook die van Arnold en een paar andere mensen denk ik, die er bij oprichting betrokken zijn, is dat het steeds nauwer werd, steeds meer. Vanuit, ja, jij zegt het een agenda, maar wij zien die agenda juist bij de huidige NPO. Dat er steeds een geluid klinkt wat eigenlijk een soort herhaling is uit een soort smal deel. Dat kan niet de bedoeling zijn, denken wij. Ik begon al in 2017 met het zwartboek NOS-journaal. Kijk, het onderscheid moet je maken. Je hebt de NOS. NOS heeft geen leden. Is door de media verplicht om neutraal, onafhankelijk, objectief nieuws te brengen. Voor iedereen, alles. En daarnaast heb je natuurlijk de omroepen, die mogen best gekleurd zijn. Wij mogen gekleurd zijn, vader mag gekleurd zijn, dat is prima. Dat maakt het bestel ook zo krachtig. Maar als je dan de NOS ziet, dat is het meest bekeken nieuwsprogramma op de Nederlandse televisie. En je analyseert dat, en dat doen we nu eigenlijk bijna 3 jaar. En je ziet hoe eenzijdig ze zijn. Dat het is echt consequent anti-blank. Het is anti-Trump. Bij criminaliteit wordt niet gekeken naar de daders. Als de daders blank zijn, wordt het wel genoemd. Als de daders migranten zijn, wordt het niet genoemd. Nou, al die feiten die worden onderdrukt. En jij weet net zo goed als ik, je kunt alleen maar een oplossing brengen bij problemen als je alle feiten benoemt. En dat gebeurt niet meer bij door de NOS. Er komt nog bij dat ik ben natuurlijk oorlogsverslaggever geweest 40 jaar. Dus ik weet van de hoed en de rand bij oorlogen. En ik ben het zo vaak tegengekomen en dan kom ik zelf aan het front. En dan hoor ik een heel ander verhaal bij de NOS. Waarom? Bijvoorbeeld omdat ze embedded zijn geweest. Ze gaan erheen achter de rokken van de Defensie. Moet het verhaal ook zo vertellen? Anders mogen ze het niet eens uitzenden. Nou ja, je kunt je gewoon afvragen van hoeveel schade is er aangericht door die embedded journalistiek van de Nederlandse journalistiek. Dat we al die missies hebben die op een gegeven moment niet goed zijn gecoverd, waardoor de politiek geen goede beslissing heeft kunnen nemen. Nou, maar hoe ontstaat zo'n mechanisme? Is dit corruptie? Het is gemakzucht. Want jij hebt ertussen gezet. Het is gemakzucht. Maar dat bestaat al heel lang. Want ik heb de geschiedenis beschreven van de Nederlandse oorlogsverslaggeving. Vanaf de 80-jarige oorlog tot heden. Pleisters op de ogen. Toen heette het al. Pleisters op de ogen, pleisters op de mond. Pleisters op de ogen? Een pleister op de mond. Okay. En dat is een citaat uit de Eerste Wereldoorlog. Want toen werd er zo al over gedacht, over de journalistiek. Dat journalisten geneigd zijn om te leunen tegen de macht. En dat doen ze omdat ze voor een deel bang zijn. Maar ook omdat het veel makkelijker is. Als je een goede vriendje bent in de macht, krijg je natuurlijk de scoops. Ja. Als je aardig bent tegen Rutte, dan geef je natuurlijk een... Dat heet dan ook misschien diplomatie. Hè? Dat je een beetje... het heet... Ja, zo kan je het noemen. Maar het vraagt toch dat een journalistieke taak is. Dat is je taak niet. Je taak is juist om de luis in de pels te zijn. Dat prikkelende, dat een democratie juist zo nodig heeft om alert te zijn. Mensen, dat deugt niet. Dat moet je heel snel kunnen noemen om te voorkomen dat die weeffout erin blijft zitten. Ja. En daarom is goede journalistiek zo belangrijk. Daarom is ON ook zo belangrijk. Want wij zijn, dat staat ook in onze studie, unembedded. Wij laten ons niet muilkorven. Ja. Principieel niet. Ja, maar ik spreek regelmatig journalisten. Ook onlangs nog iemand van Nieuwsuur. Ja. En die zegt dan met de hand op het hart van ja, ik werk daar. Ik heb nog nooit het gevoel gehad dat ik gecensureerd word. Ja. Ik kan gewoon vrij mijn werk doen. Ja. Ik citeer even wat hij zegt. Ja. Dus
En ik kijk zo'n man dan in de ogen en ik heb het gevoel, ja, volgens mij zegt hij dit echt heel erg oprecht. Ja, maar heeft hij dan niet in de gaten in welk systeem hij functioneert? Of wat is er dan? Maar je hebt zelf ook bij de VPRO gezeten, toch niet? Of? Nou, als externe. Ik heb dat nooit intern gezeten. Ja, maar het is ook niet zo dat het ergens opgeschreven wordt van, jij mag dit niet zeggen. Nee. Maar het is ook een cultuur die er heerst. Een soort ongeschreven wet op een gegeven moment van, als je je zo gedraagt, als je dit vertelt, als je deze mensen niet tegen de schenen schopt, dan zit hier je carrière wel lekker. Ja. En mensen die daar anders tegenaan kijken bij de NPO, die worden op een gegeven moment ook of eruit gebonjourd of die komen niet binnen. Heel vaak. Die kennen zelf heel veel voorbeelden. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Screening aan de voordeur, dat ze eigenlijk een soort gelijkgestemdheid. Ja, daar heb je die ervaring. Kijk, het is bijvoorbeeld als je parlementair journalist bent, dan wil de baas, of je dan voor de krant werkt of voor een omroep, dat je toen met nieuwtjes komt. Nou, die nieuwtjes krijg je van een voorlichter. Hè? Die gooit je werkelijk een nieuw stukje toe. Zo. Een bot. Ja, maar dan moet je wel precies dat nieuwtje brengen zoals zij dat graag willen dat jij dat brengt. Hè? En dus al die journalisten in Den Haag, die liggen eigenlijk allemaal op het infuus. Die worden gevoed door die voorlichters. En op het moment dat je die naald eruit trekt, dan loop je droog. En dan zegt de baas van, hé, waar is het nieuwtje? Ik bedoel, dus ze zijn eigenlijk voor hun eigen overleving ook verplicht om dat spel mee te spelen. Ja. Doe je dat niet, dan binnen paar jaar. Dan uiteindelijk vlieg je eruit. Maar het is ook lastig, want wij merken dat ook bij Café Weltschmerz, dat wij soms bepaalde mensen willen interviewen en die zeggen dan, wij komen niet, want we vinden jullie zus of zo. Hè? Dus dan heeft het kanaal. Wat is dan zus of zo? Dan vinden ze dat je te veel al in een kamp zit. Of dat je te veel een partij hebt gekozen. Ja. Of te agressief bent. Hè? Dus te radicaal. Willen ze eigenlijk niet met je aan tafel. En eigenlijk zou je die mensen wel willen spreken. Dus er zit natuurlijk ook een moeilijk gebied. Dat je denkt, eigenlijk wil je die mensen wel bereiken. Maar ze vinden jou eng. Ja. Dat kan jullie natuurlijk ook overkomen. Dat je op een gegeven moment de personen niet meer krijgt te spreken die je wil spreken. Wij willen bepaalde personen spreken. Wij willen met name Geert Wilders en Thierry Baudet aan het woord laten. Maar niet dat ze na iedere zin of twee zinnen worden lastiggevallen geïnterpreteerd. Ja, maar zullen wel met jullie willen praten. Maar krijg je ook Mark Rutte? Nou, we hebben hem al eens een keer gehad. We zouden hem eventueel willen hebben. Maar kijk eens, Mark Rutte komt er overal al aan bod. Die kan zijn verhalen bij een persconferentie vertellen. Is dat dan zo interessant voor ons? Je hem een keer een kritische vraag stelt die niet elders wordt gesteld, zou ik het wel willen horen. Ga er maar vanuit dat hij bij die persconferentie en dergelijke ook een vraagje. Want ik ben hem al eens bij een persconferentie geweest. En dan geeft hij een half antwoord en is er meteen volgende vraag. Dus je hebt niet eens de kans om op een gegeven moment door te vragen. Dus je hebt er eigenlijk heel weinig aan. Aan dat soort bijeenkomst als journalist. Het is ook wat jij net zegt over die voorlichters. Er zitten natuurlijk heel veel voorlichters die hoppen ook over op een gegeven moment. Hè? Van journalistiek naar ministerie of vice versa als voorlichter en dan weer journalist. Dat is ook niet gezond en dat draagt daar ook een beetje aan bij. Een soort van cultuur van ons kent ons. Kun je beter oppositie aan het woord laten? Ja. En hun hele verhaal laten vertellen? Ja. Hè? Dus niet bij op één of bij Jinek of zo, dus dat ze ook al door de cameravoering gewoon een beetje als gek worden neergezet. En dan vind ik dat je een hele goede journalistieke voorlichting hebt. Gewoon door die mensen eens een keer normaal aan het woord te laten. Maar alles wat ze zeggen, dat wordt gesteund door een groot deel van de Nederlandse bevolking. Hè. Die hebben ook recht om gehoord te worden. En dat is nu bijna onmogelijk bij de publieke omroep. Dat is zo eenzijdig. Dat ik zelf als journalist, en je vraagt van, waarom zijn we ermee begonnen? Ik schaamde me soms als journalist, als ik het NOS-journaal zag. Ik denk, hoe kunnen ze dat vertellen? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat zelfs, zonder dat ik daar journalist ben, wel eens heb gedacht. Ik denk, waar zit ik naar te kijken? Ik kan er niet naar kijken. Is dit überhaupt nieuws wat ik nu zie? Ik vind het soms meer satire, maar dan ben ik serieus. Ja. Ja. Nee, maar echt, ook net als CNN dan van de week, die man die zei, there are just a few riots. Hè? Het valt allemaal wel mee, terwijl achter de vlammen omhoog kwamen. Ja. Een beetje net als die Irakese minister. Ja. Dat gevoel heb ik soms ook bij het Nationaal. Dat je dan denkt, hoe kan je dit nou zelf voorlezen? Nu zijn jullie de luis in de pels. Jullie zijn nog een online kanaal. Ja. De ambitie is om straks op de publieke omroep een plek te verwerven. Ja. Dan word je onderdeel van het systeem. Hmm. Is dat niet een valkuil? Als we niet oppassen wel. Hoe borg je je DNA? Dat is natuurlijk voor een deel ervaring. We kennen de klappen van de zweep. Ja. Het is ook op een gegeven moment waar je de ervaring die je hebt en je weet waar je voor staat, dat je dat ook niet zo makkelijk meer uit handen geeft.
We hebben natuurlijk een raad van toezicht die ook kritisch is. We hebben leden, we zijn een ledenvereniging natuurlijk. Maar je krijgt ook te maken met een netmanager, hè? Ja, die gaat het meesturen, ja, of niet? Ja. En nou ja, die zal bepalen op een gegeven moment of je op welk tijdslot het wordt uitgezonden. Ja. Maar zoals wij het nu zien, proberen wij zo onafhankelijk mogelijk binnen Hilversum te opereren. Dat we wel vasthouden aan onze eigen lijn. Maar we zijn ook niet bang om daar te gaan. Want dat snappen wij ook wel, dat systeem niet per se zo gemaakt is. Moet dat je geen concessies heel erg maken? Te wachten. Moet je geen concessies maken als je zender? Het is niet dat je krijgt een timeslot en je kan gewoon doen wat je wil. Of hoe werkt dat? Maar er zijn verschillende keuzes die je al kan maken. Ja. Je kan al kiezen op wat voor manier je erin gaat en bij welke omroep je eventueel wel of niet aansluit. Dus daar kunnen wij al een keuze maken in hoe onafhankelijk we onszelf willen neerzetten. We kunnen een keuze maken al in beleidsplannen, welke programma's we daar al in willen geven, welke richting we aangeven. We hebben een keuze gemaakt, wat Arnold al zegt, wat in onze statuten staat. Ja. Dit en dit en dit en dit vinden wij belangrijk. Ja, dus daar kunnen onze leden ons gewoon aan houden. Als wij dat niet doen, zeggen ja jongens, waren we niet getrouwd. Ja. Dus daar gaan we heel veel aan doen. Maar dat het soms een strijd zal zijn. Ik weet niet hoe jij dat hier Kijk, het is een uphill battle natuurlijk. Ja. Een battle tussen wie? Nou ja, tussen ons en een netmanager. Of laten we zeggen de NPO. Ja, want die zitten daar veilig. Er gaat binnen 800 miljoen euro in om per jaar. Ja. En ja, wij doen alles voor een budget. We zenden nu al wat dingetjes uit via onze eigen website. En dat doen we gewoon voor een minimum. Dus we zijn niet alleen bedreigend voor de inhoud, maar ook omdat we het veel goedkoper kunnen brengen. En dat vinden ze natuurlijk binnen NPO helemaal niet leuk. Dus we weten zeker dat we het niet makkelijk krijgen, maar we zijn gesteund. En daarom willen we ook zoveel mogelijk leden hebben. We gaan voor 75.000 om ook echt een vuist te maken. Dat we kunnen zeggen van jongens, jullie willen het niet. Ja. Maar onze achterban, die is groot en sterk en zeer gemotiveerd, die wil dat wel. Nou, we hebben wel een tragisch voorbeeld met Wakker Nederland. We begonnen ook met heel veel bombarie. Fonds van Westerlo heeft zich daar nog kwaad voor gemaakt. De Telegraaf was erbij betrokken. Ja, ja. Iedereen dacht van het woord wakker heeft te maken met een wakker in de zin van bewustzijn. Dat het anders moet. Maar het werd meer wakker worden met vanwege de ochtend, maar er is niks meer van over. Ja, ja heel weinig. En we gaan BNL niet afvallen, maar kijk eens. Nee, maar er zit kennelijk een mechanisme wat ontstaat als je onderdeel wordt van het systeem. Ja. Nou ja, kijk eens, het is ook, we hebben voldoende bewezen in het verleden dat we last man standing zijn. Ja. Begrijp je? Ik heb ze vaak gezien in oorlog, ook in Bagdad. En alle grote mensen van NRC, NOS, met de staart tussen de benen. Ja, maar moet je niet juist omroep wegblijven van de publieke omroep? Nee, wel staan. Snap je? Dus dat is de mentaliteit. Dat wil ik wel iets zeggen. Kijk, want dat wordt al vaker gevraagd natuurlijk. Hè? Ja. Maar kijk, dat zou betekenen dat je eigenlijk zegt, nou, die 3 miljoen per dag, houden jullie dat maar? Blijf maar als dat activistisch. 3 miljoen kijkers bedoel je? Nee, 3 miljoen euro per dag die er naartoe gaat. Oké. Okay. Ja? Hou die maar. Laat dat links, activistisch, globalistisch, wat er zo klinkt op al die zenders. Ja. Doe dat maar. Ga maar tegen Brexit. Ga maar tegen Trump. Ben maar voor Obama. Ben maar, weet je, al noem maar alles met populisme. Laat dat zomaar doorgaan. Ja, daar passen wij gewoon voor. Hè. Dat is niet. Dat is belastinggeld. Ja. En daar moeten mensen vertegenwoordigd worden ook die een ander geluid. Je zegt eigenlijk, je moet infiltreren om de verandering van binnenuit openbreken. Je kunt dan natuurlijk zeggen, je zit op internet, je kunt je verhaal kwijt. Maar als je in heel veel zit, is het ook een kwaliteitsdrempel die je overgaat. Snap je? Je hebt gewoon meer geld om mooiere producties te maken waar mensen langer naar kijken. Je kunt ook veel meer research doen. Ja. En laten we zeggen, het is gemeenschapsgeld. Als je 1/3 van de Nederlandse bevolking wel laat betalen voor programma's die ze eigenlijk helemaal niet goed vinden. Ja. Waarom zou je niet een klein deel geven aan een omroep als Ongehoord Nederland die wel de programma's maakt die mensen gewoon willen zien. Maar heel serieus over de andere kant van immigratie, de andere kant van de Europese Unie, de andere kant van de klimaatdiscussie. Ja. De noodzaak om je eigen cultuur te beschermen. Dat ieder volk wil zijn eigen cultuur beschermen. Als je naar het Midden-Oosten gaat, en ik ken dat heel goed, komen ze op voor een cultuur. Ja. En als je naar Zuidoost-Azië gaat, idem dito. Waarom zouden wij dat dan niet mogen? Waarom zou het een zonde zijn om te zeggen van, hey, ik vind Pasen een hartstikke leuk feest, en we noemen het Pasen, we noemen het Kerst. Lentefeest. Lentefeest. Ja, bijvoorbeeld zulke dingen krijg je al. En als je dat opgeeft, dan geef je de rest ook op. Ja. En ik noem altijd, cultuur is religie zonder een god. Ja. Ik bedoel? Dus het is zo belangrijk voor de ziel van Nederland om dat te bewaren. Ja. Want anders, ja, wat doe je dan nog? Ja, neemt niemand je ook meer serieus, ook niet in het buitenland. Ja, nee, ik sluit me daarbij aan. Dus ik voel hetzelfde met jullie. En ik zie enorm veel passie en drijfveer. Maar ik merk bij jou ook met De Zagen, een van de formats die je doet,
dat je nogal een persoonlijke vete uitvecht naar de NOS toe. Is dat handig? Hoort dat erbij? Nou ja, kijk, juist omdat de NOS verplicht is om neutraal, objectief, onbevooroordeeld nieuws te brengen. Ja. Dat zijn ze verplicht. De mediawet, daar houden ze zich helemaal niet aan. Ja. Het is altijd de eeuwige blanke die het persoonlijk dingetje. Maar is dat een persoonlijke? Dat is de kern van de journalistiek die ik aanval. Ja. En waarom val ik die aan? Omdat niemand anders de NOS durft aan te vallen. Want ze zijn allemaal bang voor, ja, voor een job. Ja. Ik heb wat dat betreft helemaal niks te verliezen. En ik zou, ik zou geen echte journalist zijn. Ja. Om dan de NOS niet aan te vallen en bijvoorbeeld Trump wel, weet je, want dat is zo makkelijk, ja, maar die slaat niet terug, begrijp je wel? Je kunt zeggen wat je wil. Die leest jouw tweets niet aan, ja. Nee. En maar ja, goed, de NOS, die heeft allemaal verliezen. Heel veel persoonlijke veten, Flavia, is er ook niet een persoon, de NOS, Arnold heeft er ook geen beef meer, dat is gewoon een journalistieke... Nee, maar dat is misschien begrijp ik dat niet goed, maar zo komt het op me over. Ja, je werkt er niet meer en men zou het kunnen zien als natrappen, maar ik... Nee, ik heb een paar keer dus een keer een radioprogramma gemaakt, maar dat was in de tijd toen... Toen er nog echt omroepen waren die een kleur hadden. Toen was die NPO nog niet zo sterk, snap je? Dat was het voordeel van 20 jaar geleden. Toen je nog de VARA, die was links. En de KRO, die wilde een eigen correspondent hebben met een ander geluid. En dus je hoorde op de radio ook echt een ander geluid. Over hetzelfde onderwerp. Maar nu is het allemaal dezelfde correspondent. Ja. Dus het is één flauwe smaak geworden. Ja. Nou, nu hebben jullie een beetje verteld over je drijfveren en de achterliggende gedachten waarom je het wil doen. Maar stel, hè, eventjes, ik ben netmanager van de NPO. Ja. Wat gaan jullie dan doen? Je krijgt 1 of 2 uur zendtijd. Wat ga je dan maken? Nou, dan gaan wij dingen maken, programma's die ingaan tegen wat er nu gemaakt wordt. Journalistiek, realistisch, over immigratie, over Europese Unie, over vrijheid van meningsuiting. Gewoon zaken die mensen zien die spelen, of dat nou Black Lives Matter is of Zwarte Piet of zaken, maar die niet vertegenwoordigd worden op een soort normale, realistische manier zoals dat nu gedaan wordt. En dat kan in heel veel verschillende formats zijn, daar werken we ook nog hard aan, maar dat is wat mij betreft in ieder geval een kern die daarin zit. Ik wil dan nog één punt maken over wat je net zei, waarom zou je een zender moeten beginnen? Je hebt toch online, maar het is ook wel zo dat online censuur heel hard gaat, hè? Van Weltschap zijn er al een paar afleveringen afgesloten. Ja, bij ons, dat gaat steeds harder. Die knop wordt steeds meer dichtgedraaid. Dus juist iets wat gezien werd als, nou, dat is toch een oud instituut als tv. Wat zien steeds wij, nou ja, dat zien wij. Dat denken wij wel, ja, in die zin. Ja, ja. Ja. Ja, de marges waar je mag bewegen, die worden steeds smaller. Dus, nou ja, de laatste grond die je dan hebt, die moet je echt wel verdedigen of heroveren eigenlijk. Ja. Doe je dat niet, ja, dan is het verloren en krijg het dan nog maar eens een keer terug. Ja. Dus het is zeker in deze periode is het zo ongelooflijk belangrijk dat het andere geluid horen. Ook over corona, Maurice de Hond, je weet wel, die is bij ons afgegooid, die is bij jullie afgegooid. En wat hij zegt, dat zijn vaak hele zinnige dingen. Ja. En als je dat ook de mond snoert, weet je wel, wat zijn de effecten dan? Zo'n Hugo de Jong die op een gegeven moment weigerde om de zorg instellingen en dergelijke van voldoende beschermende materialen te voorzien. Nou, het kritiek daarop hoor je wel bij Ongehoord Nederland, hè, bijvoorbeeld via de PVV, maar hoor je niet ergens anders. Nou, wat is het effect? Massasterfte in die zorgtehuizen, zeg maar. En daarom is het zo belangrijk, en ik blijf het herhalen, dat we gewoon altijd die bol van de andere kant belichten. Ja. En dat is de kern van de democratie. Geef je die op, nou ja, dan zijn de effecten wat je ook ziet in dictatoriale landen. Ja. Dan gaat het down the drain. Nu is er de ambitie om echt een plek te krijgen op de publieke omroep. Stel nou dat dat niet lukt, om wat voor reden dan ook. Mm-hmm. Is het project dan mislukt of heb je al een plan B? We hebben geen plan B. Het is klaar is klaar. Ja. Klaar is klaar. Wij vinden... Als klaar dan stop je. Wij geen 50.000 of 75.000 leden weten, 50.000 leden weten binnen te halen. Mm-hmm. Dan hebben wij dus niet goed gedaan. En dan is er blijkbaar te weinig behoefte bij de Nederlandse bevolking om onze boodschap aan te horen. En we zijn democratisch en dan zeggen we oké, dan houdt het op. Oké, maar stel dat Slob nog een trucje verzint. En het, nou ja, kijk eens, als we 50.000 leden hebben, en of liever meer dan, en hij gooit zand in de machine. Dat is wat anders. Dan zijn we natuurlijk niet de makkelijkste. Nee, zo zijn we niet getrouwd. Maar dan hebben wij het niet fout gedaan. Nee, in die zin. Dan komt hij weer met een trucje. Ja, maar dat wordt lastig. Maar dat zal heel lastig voor worden. Want hij kan niet 1/3 van de Nederlandse bevolking. En misschien bij veel zaken als migratie verdedigen we
de belangen van wat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking. Ja. Ja. Als je die gewoon over de schutting gooit, dan heeft hij een probleem. Ja. Hey, stel dat je straks ongelimiteerd budget hebt, hè? Je kan gewoon maken wat je wil. Mm-hmm. Wat zouden jullie echt willen maken waarvan je zegt, dit moet op tv komen? Is belangrijk. Die vraag stelde je net eigenlijk ook al in zekere zin. Wat je wil maken binnen de kaders van beperking is wat anders dan dat je denkt, nou, als we alle ruimte zouden hebben. Ja, maar het gaat niet zozeer om hele flashy, dure, geweldige producties maken die een soort eye-porn. Het gaat volgens mij, en ik denk ook Arnold, veel meer om maken zaken die echt leven met mensen en zaken die onderbelicht blijven op dit moment. En to doen, bijvoorbeeld, wat heel belangrijk is, en dan zien een hoop mensen hier, bijvoorbeeld steeds de groeiende invloed van de Europese Unie. Op de Nederlandse samenleving. De alle 80% van de wetten al in Brussel worden genomen door mensen die niet eens Nederlands spreken, begrijp ik bedoel? Ja. En dat de macht steeds meer komt te liggen in Parijs en Berlijn. Ja. Macron en Merkel het eigenlijk zeggen en dat Nederland nog wel de melkkoe is, bijvoorbeeld van 1500 miljard euro pensioengelden, dat ze die heel graag willen hebben. Maar dat we voor de rest helemaal niks meer doen. We worden een provincie van het grote Duits-Franse Rijk. En dat is een heel groot gevaar. Want alles wat we hebben opgebouwd, en Nederland is voor het best uniek, qua infrastructuur en qua vrijheid en dergelijke, dat verdwijnt. Ik ben 40 jaar oorlogsslaggever geweest, en als dat verdwenen is, dan kost dat generaties voordat je het terugkrijgt, als je het al terugkrijgt. Ja. We maken nu al documentaires bijvoorbeeld over vrijheid van meningsuiting. En we gaan een documentaire maken over Zwarte Piet. Omdat het verhaal van Zwarte Piet is racisme in één keer zoals een algemeen geaccepteerd ding is. Laten wij zien, waar komt het nou uiteindelijk vandaan? Hoe zit het nou? Het zit helemaal niet zo zoals dat nu maar opgelabeld wordt. Wat Arnold zegt ook over de Europese Unie. Het zou toch fantastisch zijn als je daar gewoon series over kan maken. Mensen ook echt kan voorlichten. Zodat je ook echt een tegengeluid kan brengen tegen wat het nu is. Gewoon, en dat niet één keer, maar regelmatig. Hè? Gewoon bij elke discussie die je hebt over de Europese Unie, dat je ook zegt, maar die Italianen die zo klagen, en die zijn gewoon 2,5 keer zo rijk als de gemiddelde Nederlander. Ja. Die Nederlander wordt steeds armer eigenlijk. Ja. En dat er dan onvoldoende tegengeluid is van wat je hoort op het NOS of bij Nieuwsuur, of zeker bij die talkshows, dat is natuurlijk één kleur geworden, één smaak. En dus we hebben gewoon die plicht om dat in ieder geval en die andere mening te verkondigen. Hebben jullie ook ambities voor infotainment of talkshows of blijft het echt bij nieuws? Nou, we zijn heel beperkt in onze middelen. Ja. Dus we concentreren ons helemaal op de informatie. Ja. En heel Holland bakt of heel Ongehoord Nederland bakt, dat geloven we allemaal. Dat is best leuk voor die mensen, dat mag er best blijven hoor. Maar voor die ouderen die daarnaar kijken, zeggen we ook, word ook lid van... Van Ongehoord Nederland, want jij geniet nu van dat kookprogramma, maar wij zijn bezorgd om het lot van je kinderen. Precies. Ja. En daar gaat het om. Ja, ja. Ja, want nu komen we eigenlijk op de achterliggende gedachte. De punten die jullie noemen, hè, Europa, überhaupt waarheidsvinding, onderzoeksjournalistiek wat aan band is, de censuur. Maar het zijn zorgelijke ontwikkelingen allemaal, die veel meer lijken op een gestuurde agenda die heel veel zaken beïnvloeden. Ik wil niet meteen heel erg praten in complotten, al denk ik er wel in, maar daar moet je altijd voorzichtig mee zijn om het te vertellen. Ja. Want dan zeggen mensen dat je een wappie bent. Ja. Maar jullie voelen dit ook aan. Hè? Er is een heleboel gaande wat op de achtergrond speelt, wat vreemd is en wat aandacht verdient. En wat bedoel je, hebt het over corona nu vooral? Kijk, corona is natuurlijk een van de dingen die speelt. Maar de machtsverschuiving en de transitie waar we natuurlijk in zitten is gigantisch. Ja, maar waarom is dat mogelijk? Omdat ze te weinig tegendruk voelen. Ja. En kijk, is die grote bedrijven, die willen groter worden, dat snap ik wel. En die politici die denken van, als ik geen minister ben, wil ik een leuke job hebben. Dus ik dat bedrijf steun ik alvast een beetje, verkapt. Ja. En dat gaat allemaal. Dat gaat allemaal, maar als je zolang je in Den Haag geen journalisten die aan het infuus zit, dan blijven die verhalen natuurlijk doorgaan. Dus daarvoor moet je eigenlijk al je stem laten klinken. Maar in die zin zijn de odds, om het zo mooi niet-Nederlands te zeggen, nog wel verhoogd nu.
Want kijk, toen we begonnen inderdaad was corona er niet. Je ziet ook wat met welsmet is gebeurd in die tijd. Maar zeker nu, met de anderhalve meter samenleving, tijdelijk. En de grondwet die even tijdelijk moet veranderen. Is ja, zo mogelijk journalistieke taak nog groter dan ooit. Maar daar besteden wij ook aandacht aan. Ja. En dat doen we ook. Daar proberen we zo objectief mogelijk naar te kijken. Ja. Sorry, weet je de kanalen wat zijn? Nee, de kanalen zijn uit de grond gerezen. Hè. Je hebt, Jens is vrij groot geworden ook. Het is een soort momentum waarin online kanalen... We zijn er heel erg voor. Prima dat Jens dat doet. Ik vind Weltschmerz ook fantastisch. Weet je, gewoon steeds een ander geluid laten horen. Ja. Maar je moet ook in Hilversum vertegenwoordigd zijn. Wil je bijvoorbeeld ook bij de politiek wat serieuzer overkomen. En je bereik wordt ook groter. Niet iedereen zit op internet, snap je? De meeste mensen hangen toch een beetje lui voor de televisie. En die kijken 1, 2 en 3 en misschien 4. En dus een hele belangrijke bron van informatie komt daar vandaan. Ja. Dus nou, dan moet je in ieder geval een voet tussen de deur hebben. Ja. Ja. Stel, het lukt. Ik ga er overigens van uit. Jullie worden een zender op de NPO in 2021. We zijn dan een paar jaar verder. Wat hebben jullie dan bereikt? Wat hebben jullie veranderd? Nou ja. Ja, bereik. Kijk eens, het is niet op een gegeven moment dat we zeggen van, dan is heel Nederland stemt alleen nog maar PVV op Forum van Democratie. Nee, dat is onze taak ook helemaal niet. Onze taak is wel dat je het gevoel hebt, en dat heeft waarschijnlijk ook iedereen die een toneelstuk schrijft of een mooi liedje maakt of een boek schrijft, van kijk eens, ik heb iets toegevoegd wat er nog niet was. Ja. Net die paar regels geschreven die nog niet bestonden. En dat willen wij ook doen, en maar wat meer natuurlijk dan een paar regels, maar dat we mensen voorlichten van hoe zaken, hele belangrijke zaken, als migratie, als de Europese Unie, als het klimaat, dat ze toch nog eventjes denken van, hé, ja, maar het kan ook anders in elkaar zitten dan wat je normaal gesproken hoort of leest in de krant. Weet je wat ik mooi zou vinden? Als er weer mensen naar de NPO gaan kijken die al lang, zoals ik zelf, eigenlijk afgehaakt zijn. Die gewoon hun informatie nauwelijks meer bij de Nederlandse tv halen. Dus denken, ja, daar word ik toch niet blij van, daar kan ik niet naar kijken. Ik zou het echt fantastisch vinden als wij dingen kunnen maken, er weer mensen bij kunnen trekken, die denken, hé, dit moet ik zien. Ja. Nederlandse tv, dat gevoel van enthousiasme, Maar dat lijkt een lampje te zijn gaan branden bij de NPO. Want ze zijn geloof ik miljoenen aan het reserveren om weer iets te gaan doen met wetenschap. Hè? Dus ik heb het gevoel dat ze zoiets hebben van, we worden links erbij. Wij kunnen vragen nu aan mensen om ideeën in te sturen. Ik heb het idee dat ze voelen aankomen. Nee, dat is ook wel zo. Ook de uitstraling van Ongehoord Nederland, weet je? Omdat ze weten van, nou ja, binnen een maand hadden we 50.000 leden. En wij hebben toen een reclamebudget, mag je best weten, van €50 hadden we. 50.000 leden voor €50. Dan moet je nou eens komen bij de NPO, geven ze er miljoenen aan uit. Ja. Maar het was mond-op-mond reclame. Iedereen wist van, hé, die doet het toe. En we hebben gewoon een groot deel van de Nederlandse bevolking achter ons. Die het ook zat is inderdaad, wat Peter zegt van, weet je, je kijkt er niet meer naar de NPO. Ja. Omdat je, als ze de vraag stellen, weet je het antwoord om. Omdat steeds diezelfde gasten er zitten die het week ervoor ook hetzelfde antwoord hebben gegeven. Ja. Of nog erger, de vraag wordt niet gesteld. Ja, de vraag wordt niet gesteld. De vraag staat op een kaartje inderdaad. En wat Arnold zegt, het antwoord is al ingestudeerd. Ja. Het is een soort toneelstukje. Precies ook dan in zo'n 7 minuten afgekaderd dingetje. Ja, daar zijn de meeste mensen, kom je er toch niet meer bij. Mensen kijken op Twitter en zo. En denk je, dat klopt gewoon niet zo. Van jongens, ga je uit. Wat dacht je van toen Sander Schimmelpelling in alle eerlijkheid vertelde dat hij stopte bij Op1, omdat er een eindredacteur in zijn oor zat te tetteren die zei, hou het luchtig, hou het simpel. Ja, dat verbaast mij niks. Nee. Ik keek er al niet meer naar, omdat het is geen need to know, weet je. Ja. Als er iets belangrijks is, ziet we op Twitter terug, een quoteje. Maar ja, het is als snoepgoedje, hè? Als chips, je kunt het eten en dan het geeft je toch geen prettig gevoel. Dus wij zouden dan een talkshow maken waar we wel mensen, als Thierry of Geert, maar Geert komt er niet eens meer. Thierry durft al bijna niet meer. Gewoon rust laten uitpraten. Ja, maar ook wel breder. Omdat je dan mensen respecteert. En dat is het, denk ik, de kern. Veel mensen in de politiek worden gewoon niet gerespecteerd om een mening. Of je nou van de SP bent, of van Forum, of van PVV. Het wordt eigenlijk bij voorbaat wordt het al. Ja, maar ook nog verder, denk ik, dan alleen de politiek. Want ook iemand als Maurice de Hond
heeft maanden erover gedaan en weet ik veel hoeveel artikelen. Tot hij op een gegeven moment dan eens een keer mocht verschijnen bij Op 1 met Ab Oosterhuis tegenover zich, die dan toch gewoon zijn riedeltje afdraait. Ja. Maar zo iemand, gewoon mensen die dwarsdenkers, mensen die zeggen nee, ik zie het zo. En iemand anders, nee, ik zie het zo. Zodat mensen zelf hun mening kunnen vormen. En wel laten uitpraten, snap je? En dan niet met camerawerking, dat je op een gegeven moment al de bijstand een rare bekken ziet trekken, want neem de gast die moet antwoorden maar niet serieus. Hè? Want dat spel wordt ook weer gespeeld bij dat soort talkshows. Nee, we zijn heel serieus en dat kun je ook zien bij Binnenhof Reporter. Zo laten de mensen heel goed duidelijk verwoorden wat op hun politieke hart ligt. Ja. En dat is ook een beetje, dat is de journalistieke taak. Want ik wil het ook gewoon weten, wat ze erover denken. Dus word lid, mensen. Het is ongelooflijk belangrijk voor de democratie dat je dat hele palet van kleuren en smaken hebt. Ja. Als je er een deel ervan afhaalt, een paar kleuren van het kleurenpalet weghaalt, weet je, ja, dan kun je ook geen schilderij meer maken. Ja. Zo is het. En het is gewoon ontzettend versmald door de politieke invloed van Den Haag, van de politiek op Hilversum. En dat is natuurlijk doodzonde. Mannen, we gaan afronden. Ik ga het petje opzetten. Kijk, ik ben fan. En ik hoop dat hij goed staat. Ja, dat is fantastisch. Ja. En ik wil iedereen oproepen om lid te worden van deze club. Want ik denk dat het belangrijk is dat Nederland gehoord wordt. En ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Dank je wel. En hopelijk is het volgend jaar zover. En zitten jullie op de NPO. En dan komen we hier ook nog even kletsen. Dankjewel. Oké, dankjewel.